Gebruik je ook wel eens een plakkerige app? Zo'n app die je te vaak opent en waar je eigenlijk te lang aan blijft zitten? Nou, dat is ook een hele mooie manier om dat te gebruiken om meer winst te krijgen per gebruiker. Hoi, mijn naam is Dave van der Loo van App Specialisten. In deze video ga ik je laten zien hoe je de plakkerigheid van de app kunt gebruiken om meer winst te krijgen per gebruiker. Nou, deze video is een samenvatting van het volledige artikel, dat vind je hieronder. Maar hier gaan we het dus hebben over hoe moet je een app bouwen om meer winst te krijgen per gebruiker. Nou, het heeft eigenlijk alles te maken met gebruikersroutine. Met hoe je gebruikers eigenlijk langer en vaker je app laat gebruiken. Nou, dat is allemaal gebaseerd, deze kennis, op een boek dat ik heb gelezen van Nir Eyal. Nir Eyal heeft het eigenlijk helemaal uitgeschreven. In zijn boek Hooked legt hij uit hoe je die routine gaat creëren. Ik ga je een aantal stappen daardoorheen nemen en we gebruiken daarvoor een voorbeeld. Om te beginnen met eerste trigger. De eerste keer wil je een gebruiker eigenlijk stimuleren om een app te gaan gebruiken. Dus de eerste keer moet ze in aanraking komen met jou. En daarvoor gebruik ik ook het voorbeeld van Untappd. Untappd is een app waarmee je eigenlijk kunt zien welke bieren je al hebt gedronken. Dus je houdt bij welke bieren er zijn. Maar er zitten wel extra functies bij, daar komen we zo op terug. Nou, een van de dingen die Untappd heel goed doet, is dat ze promotie maken via bepaalde cafés. Via bepaalde cafés kom je al in aanraking voor de eerste keer, de externe trigger, zoals ze dat noemen, om voor de eerste keer die app te gaan gebruiken. En dan ga je biertjes verzamelen. Ze laten zien welke speciaal bieren je bijvoorbeeld al gedronken hebt. Ten tweede komt dan de actie. En de actie is eigenlijk dat je gebruikers het makkelijk maakt om een eerste actie te gaan doen. Dus het moet niet heel moeilijk zijn om allerlei stappen te doorlopen voordat ze de eerste keer die app kunnen gebruiken. Nee, in één of twee klikken moeten ze eigenlijk al dingen kunnen doen. Dan kom je bij stap 3 en dat is de beloning. En de beloning is eigenlijk meteen een soort van impulsje, iets wat je geeft aan een gebruiker wat hij leuk vindt als beloning voor die actie eigenlijk. Nou, hoe zit dat dan met punt 2 en 3? Actie en beloning. Bij Untappd is het zo dat je bijvoorbeeld de gebruiker wordt gevraagd om een actie te doen. Bijvoorbeeld om aan te geven welk bier ze hebben gedronken. En bijvoorbeeld met één klik zijn ze ook verbonden met hun Facebook vrienden. Nou, de beloning zit er dan in dat bijvoorbeeld Facebook vrienden kunnen zien via die Untappd app. Hey, een vriend van mij heeft een bepaald biertje gedronken. Laat ik met hem proosten. Dus je kunt in plaats van het liken, zou je kunnen zeggen, kun je proosten met iemand. Dat is een voorbeeld van een goede beloning zoals Untappd dat doet. En dat zorgt ervoor dat mensen dieper eigenlijk in die app worden gezogen en je dus langzaam in die routine begint. Punt 4 is dan investering. Je wil ervoor zorgen dat mensen eigenlijk steeds meer een klein stapje gaan zetten om waarde te stoppen in een app, om een investering te doen. Nou, dat kan zijn bijvoorbeeld een profiel aanmaken of vrienden toevoegen, foto's toevoegen. Nou, Untappd doet dat bijvoorbeeld door mensen een hele collectie van bier te laten drinken. Dus er zijn natuurlijk een set van honderden, misschien wel duizenden bieren die je allemaal kunt drinken. Nou, dan kun je zien van, hey, welke bieren zijn er allemaal en hoe ver ben ik? Dat doen ze ook nog een beetje met badges. Dus je kunt bepaalde badges behalen. Heb je bijvoorbeeld, nou, laat ik zeggen, 20 keer een rosé biertje gedronken. Ik noem even wat. En dan krijg je daar een beloning voor. Dus daar kun je naartoe werken. En mensen zijn dan ook bezig om die badges te behalen. Nou, heb je nou eenmaal de investering gedaan. Dat is natuurlijk heel moeilijk om te stoppen met zo'n app. Omdat je dan die investering weggooit. Nou, dat willen gebruikers niet. Dus blijven ze langer in die app. De laatste stap is de herhalende trigger. Omdat mensen de app eenmaal hebben geïnstalleerd, krijgen ze dan ook een notificatie van jou. Bijvoorbeeld om te zien dat er iemand in de buurt is die ook met hun een biertje wil drinken. Of dat er een café in de buurt is die mogelijkerwijs ook je een speciaal biertje kunt drinken dat jij nog niet gedronken hebt. Zo word je eigenlijk weer teruggelokt in de app. En dat maakt dan ook meteen het hele schema compleet. Je ziet dat een soort van rondje is geworden, routine is geworden. En zo hou je gebruikers dus ook in de app. Zorg je ervoor dat ze de app blijven gebruiken en opnieuw naar de actie gaan, opnieuw naar de beloning, opnieuw naar de investering en opnieuw naar de herhalende trigger. Dus krijg je steeds dieper dat je in de app gaat. Nou, dat is wel interessant om te zien hoe dat werkt, maar er zit ook een keerzijde aan. Want zoals je weet, heel veel van die apps worden de gebruikers verslaafd van. Nou, dat is iets waar een ethisch vraagstuk ligt. Wil jij gebruikers verslaafd maken? Ik denk dat het onethisch is om gebruikers verslaafd te maken aan een app die gaat over het nuttigen van alcohol. Want daarmee stimuleer je alcoholconsumptie en mogelijk ook verslaving. Nou, iedereen heeft daar zijn eigen mening over. Ik heb een apart artikel geschreven dat daarover gaat. Daar vind je ook een link van in het artikel hieronder. Maar dat is interessant voor jou om daar ook eens over na te denken. Wat wil ik daarmee? Oké, dan wil ik jou ook nog helpen om het concreet te gaan maken. Met een echt stappenplan gebruikersroutine. Dat gaat je stap voor stap laten zien hoe jij die dingen die ik net als voorbeeld gaf, toe gaat passen in jouw app. Of voor jouw app-idee als je daarmee bezig bent. Wat je daarvoor moet doen om dat eenvoudige stappenschema te krijgen, is even naar de onderkant van dat artikel te scrollen. Daar vind je een balkje, daar vind je ook onder andere je voornaam en je e-mailadres in. En dan krijg je automatisch de stappenplan, gebruikersroutine, krijg je toegestuurd. Nou, ik hoop dat je daar iets aan hebt gehad. Vond je dit nou interessant? Abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal, want volgende week heb ik weer een interessante video voor jou. Tot volgende week! De laatste stap is de herhalende trigger. Omdat mensen de app eenmaal hebben geïnstalleerd, krijgen ze dat ook een notificatie van jou.
bijvoorbeeld om te zien dat er iemand...